Mijn naam is Johan Vogelaar. Ik ben voorzitter van de Klankbordgroep in Bezuiden Oud-West. Ik woon hier nu 12 jaar. Als ik op het Centraal Station loop, dan ben ik een van de weinigen die kan zeggen, ik ben thuis. Ik ben Galit Belhaai. Ik ben jeugdwerker in Bezuiden Oud-West. Bezuiden Oud-West, ja, dat is gewoon op steenworp afstand van het Centraal Station. En in de buurt ook van het centrum. Dus de ligging is gewoon hartstikke goed en hartstikke leuk. Bereikbaar voor iedereen. Dus architectuur is niet heel spannend in deze wijk. Het zijn jaren 80 huizen. Maar het is wel leuk dat je aan de achterkant in een van de meest groene zones in Den Haag staat. Dat zijn met name de binnentuinen. Ik mag zelf graag door het Van Goghpark lopen. Wil Bootsman, voordat ik hier woonde, wist ik niet eens dat het bestond. Toen heb ik dit huis gekregen, 26 jaar geleden. En ik woon hier fantastisch. Ik heb onder de hand alles bij zien bouwen. Dat is echt leuk. Ja. Ik ben Evert-Jan Rusticus, ik ben wijkagent. Zuidhout-West kun je het vergeten dorp noemen. Het is een wijkje met heel veel verschillende culturen en dat maakt het heel erg interessant. Mijn naam is Zanzan Mimoun. Ik woon hier 2,5 jaar hier. Ik probeer kinderen van deze buurt iets te doen. Sporten en fietsen. Ik vind het leuk als mensen ook mij roepen, Mimoun, kom wil mij helpen. Ik ben echt gekregen. Ik zeg, kijk eens, ik heb nog een jongen, ik heb energie nog. Ik zeg, tuurlijk, ik kom helpen. Ja, dat is mijn kans hier. Dat is mijn geluk. Elke woensdag, ik speel voetbal met stadshouders. Wij voetballen heel gezellig samen. Wij dachten, oké, sport is voor iedereen. Ik ben Ibrahim Draz, ik kom uit Egypte en ik woon 3 jaar hier in Nederland. Mijn naam is Filmon, ik kom uit Eritrea. Ik ben alleen maar in deze wijk 1 keer per week. Dus het is gewoon een hele rustige wijk, vind ik. Grote gebouwen, ministerie, kleine huis, tuinen. Dus basketbal, dit is echt geschikt voor zomer. Maar ook bijvoorbeeld toch de verloedering die op de loer ligt. Dingen signaleren en ook durven doorgeven aan bijvoorbeeld de gemeente of de wijkagent team. Dus samen je verantwoordelijk te voelen voor de wijk, kan deze wijk gewoon echt leuk worden. En kunnen we er nog veel meer uithalen dan wat er nu in zit. Een van de successen van het bewonersplatform is dat de zuilen van het metroviaduct nog steeds spierwit zijn. Dat komt door de profielen die erin zijn gefreesd. Dat idee hebben wij aangedragen. Nou, dat is mooi opgeknapt, dat park. Ik vind het wel mooi worden hoor. Echt waar. Die bank waar we stonden. Ja, dat is mijn trots. Ik heb het met allemaal dames met veel plezier gedaan. En Jacques Bral heeft hem onthuld. Mijn favoriete plek hier in de wijk is toch de wijk- en dienstencentrum. Ja, mijn eigen huis natuurlijk. Maar hier vind ik het ook gezellig. Je bent toch op de dag wel vaak alleen. En dan ga ik even hierheen. Het is een van de groenere wijken van Den Haag, ook al zie je dat er aan de buitenkant niet af. Ik hou van deze plek echt goed. Echt goed.